Goedendag, in deze video kijken we de gelijkheid van shells en mobiles met vectoren. Hier vectoren punten P, Q dat geven, dat betekent een vector PQ en een vector QR. Als we nu PQ plus QR gaan doen, de vector PQ plus de vector QR, ja, dan merk je dat het beginpunt van de QR gelijk aan M is van PQ. Dat betekent dat die som gewoon de verbinding is van P naar R. Dus PQ plus QR wordt dan deze vector, dit is dus PQ plus QR. Dat zal dan gelijk worden, als je goed merkt, de vector die start bij P en eindigt bij Q. Dus PQ plus QR is gelijk aan de vector PR. Dus dit is PR. Dus gelijk van shells en mobiles betekent dat PQ plus QR is R, is PR. Dat betekent als het aan de eindpunt gelijk aan het beginpunt is, het eind van de eerste, begin van de tweede, mag je die wegstrepen, krijg je gewoon PR. Het tweede voorbeeld hier, als je nu gewoon krijgt bijvoorbeeld vectoren met nummers, bijvoorbeeld namen X, AB plus BC, dan merk je dat je de B en een B gemeenschappelijk is, wordt dat AC. Dan mag je B wegstrepen en hou je over AC. Dat wordt dus vector AC. Ja. Ander voorbeeld, ja, als je nu krijgt XI plus IX, andere letters, X en IX, speelt geen rol, dan mag je de weg I wegtrepen, dan krijg je de vector XX, maar XX, weet je, dat is een nulvector, het beginpunt is het eindpunt, dan krijg je de nulvector, dit is gewoon de nulvector. Ja. Nu, ook belangrijk om misschien te vermelden, als je krijgt nu AB, ja, dus AB min AB, ja, dan weet je al, dat is een nulvector, maar ook met shells en mobiles kun je dat bewijzen gewoon, omdat AB, min AB is gelijk aan B, hè? Dan krijg je AB plus B aan, dan kun je de B wegdoen, hou je over AA, en vector AA is een nulvector. Dus dat is gelijk aan shells en mobiles, AB plus BA.